Goedendag, ik kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Als we naar de temperaturen van vanmiddag 1 uur kijken, dan zien we dat het behoorlijk winters is in Centraal-Europa. In de Alpen vriest het goed, maar ook in het zuiden van Duitsland, noordoosten van Frankrijk en in Tsjechië, Slowakije en dan zo via Polen is sprake van temperaturen die onder het vriespunt blijven. Ook de Schotse hooglanden en in Engeland is het plaatselijk aan het vriezen en natuurlijk in heel Scandinavië is het ook koud. Maar die winterlucht, ja, die bevindt zich eigenlijk in een heel groot deel van Europa. Je zou ongeveer kunnen zeggen dat de scheidslijn ongeveer zo loopt. Dat is de stroming van de, de straalstroom, hoog in de atmosfeer. Daar ten zuiden van zien we nog wat hogere temperaturen. Maar ten, ten noorden van hebben we eigenlijk allemaal met winterse perikelen te maken. Nachtvorst, winterse buien en soms ook gewoon perioden met sneeuw. En deze straalstroom die gaat nog iets naar het zuiden zakken, waardoor het morgen bijvoorbeeld ook in Madrid gaat sneeuwen, langs de noordwestkust van Italië en langs de hele Middellandse zeekust van Frankrijk. Ik denk dat we daar morgenavond wel beelden van gaan zien in het nieuws, want uh, Monaco en Nice in de sneeuw, dat is altijd goed om het nieuws te halen. Bij ons zagen we ook af en toe het sneeuw naar beneden komen. De verschillen waren vandaag heel groot. Deze foto komt uit Waalwijk. Nou, het is duidelijk dat daar een echt een forse sneeuwbui over trok. Maar op hetzelfde moment was het in Hengelo dit. Een strak blauwe lucht met een paar wolken in de verte, maar gewoon heerlijk weer. Grote wisselingen vandaag, dat karakteriseert deze polaire lucht met winterse buien. Nou, die winterse buien houden we vanavond ook nog wel, maar het aantal neemt geleidelijk af en ze gaan zich ook steeds meer beperken tot de kustprovincies. Kan er sneeuw vallen, ook soms nog natte sneeuw en de kans op onweer wordt kleiner. Er zijn ook opklaringen en daardoor zakt de temperatuur in de avond al tot dicht bij het vriespunt. In de nacht blijft een enkele bui mogelijk, kan dus meteen ook glad worden want de temperaturen gaan dalen naar 0 tot min 3 graden. Elke bui die er vanavond of vannacht valt, zal dus waarschijnlijk voor gladheid zorgen. De wind draait geleidelijk van west naar noordelijke richtingen en als we dan naar morgen overdag kijken, dan waait de wind matig uit het noorden met winkel 3 tot 4. Ook dan nog een enkele winterse bui, maar ze zijn er veel minder in aantal dan vandaag. De zon kan dus er vaker en langer schijnen. Het is dus een hele aardige dinsdag. Temperaturen rond de 2 graden in het oosten en zuidoosten en zo 4 à 5 graden pal aan zee. En kijken we dan naar het weer later in de week, dan zou je het uh, licht winters kunnen noemen, want de temperaturen gaan overdag dalen tot rond of iets boven het vriespunt. In de nacht gaat het matig vriezen op een enkele plek, dat is onder de min 5 graden. En het blijft ook droog. Dankzij een hoge drukgebied gaat de wind uit het noordoosten waaien en dus hebben we licht vriesweer. weer. In de nachten min 3 tot min 6 graden overdag iets boven het vriespunt en geen sneeuw meer. Droge omstandigheden. Kijken we dan naar de verdere verloop van de temperatuur, dan zien we meteen dat deze periode aan het einde van onze week ook meteen de koudste is van de, de hele 14-daagse. Vanaf het weekend gaan de temperaturen weer omhoog. De kans op neerslag wordt dan ook weer groter, uiteraard. De kans dat dat sneeuw zal zijn, die lijkt niet al te groot. Echte sneeuwdagen, die zie ik nog niet in de weerkaarten verschijnen. Komende dagen dus rustiger weer. Maar nogmaals, let op vanavond en vannacht. Het kan plaatselijk zeer glad worden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl